Anastasia Canapé Pocky. 16 jaar lang is zij werkzaam geweest op het Centraal Bureau voor Burgerzaken en wel in verschillende functies. Vanaf vandaag mag zij zich de directeur van CBB noemen, want dat heeft er vandaag plaats gehad. Zij komt op de plek van Dennis Menso, die enkele jaren lang directeur is geweest van de CBB. Aanwezig waren vicepresident Ronnie Brunswijk, verder ook nog de minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somaharjo, ook nog het personeel van CBB. Het geheel vond plaats met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. TBN Prime Alert was ook uitgenodigd en wij hebben voor u het volgend verslag vastgelegd. Op deze dag, de laatste informele zin als directeur van CBB, wil ik het volgende zeggen. Het was me een waard genoegen om als directeur van CBB te functioneren en zodoende een bijdrage mocht leveren aan de ontwikkeling van deze organisatie. Ik wil bij deze staf en personeel bedanken voor hun inzet en de in mij gestelde vertrouwen. Ik heb mogen ervaren dat er heel wat kennis en expertise is onder het personeel van CBB. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de aantredende directeur, mevrouw Pocky, van harte welkom te heten. Ik roep het personeel op om haar alle steun en medewerking te verlenen. De aantredende directeur zal met hun steun CBB zeker tot grote hoogte brengen. Mensen, tamboem, veerkracht en gezondheid. Ik wil nog even aanbieden, ik wil de directeur de antenne naar voren roepen. Ik wil de nieuwe directeur aanbieden een meerjarenplan. CBB 2020-2030. Die hebben we gemaakt op basis van CBB medewerkers en is samengesteld door de consultant Monique Lou. Het heet CBB, het kloppend hart van onze natie. Ik wil een geluk, voordat je geboren werd, tot na je dood, heb je CBB nodig. En ik zeg, het is het belangrijkste instituut van Suriname. De menselijke human resources, dat managen we. En dat hebben we een beetje vervat, wat we zien en wat we denken dat anders zou moeten zijn, om het naar grotere hoogte te brengen. Ik wil u bij deze dit aanbieden, intrede directeur, alstublieft. En veel succes in uw leven. Vandaag is voor mij een zeer bijzondere dag. Maar tegelijkertijd moet ik aangeven dat het voor mij ook een zeer emotionele dag is. Met uw toestemming wil ik een kort verhaal met u delen, alvorens ik overga tot de eigenlijke informatie die ik vandaag met u wens te delen. Ik zeg een emotionele dag omdat deze dag mij terugvoert naar het jaar 2001. In datzelfde jaar was ik hier op het terrein van CBB als burger en als schoolgaande om mijn burgerzaken in orde te maken. Hier kwam ik een mevrouw tegen die aan één stuk doorjammerde. Ik had medelijden met haar en vroeg haar wat er aan de hand was. Ze gaf me aan dat ze hier was om haar ID-kaart te maken. Maar alleen omdat ze een mouwloze blouse aan had, kon ze die ID-kaart niet maken. En ze moest de volgende dag vertrekken naar het binnenland. En ze had de mogelijkheid niet meer om binnen korte tijd naar Paramaribo af te reizen vanwege de hoge kosten. En zo toevallig was die dag mijn gymnastiekdag. En in mijn tas had ik mijn gele gymnastiektruitje. Mijn gele gymnastiektruitje had ik in mijn tas. Ik gaf die mevrouw aan, u heeft geen probleem. Want je bent even tengerig als ik. Dus mijn gele gymnastiektruitje mag je lenen. Dat heb ik gedaan en die mevrouw kon haar ID-kaart maken. Die mevrouw was zo blij en wist niet hoe het te uiten. En ze zegende me op dat moment. En ze bad voor mij. En op dat moment heeft zij me gezegd: ik bid dat je een goede baan kan vinden.
En dat was in het jaar 2001. Jaren daarna heb ik 9 maanden gewerkt als administratieve kracht bij Max Roadtrading en Chondings Copy Center. En na 9 maanden heb ik mijn moeder aangegeven dat ik ontslag zal aanvragen, omdat ik vanwege mijn gebedsleven het geloof had dat God een andere baan voor mij had. Mijn moeder vroeg mij om nog geen ontslag te nemen, om nog niet met ontslag te gaan, maar om af te wachten totdat ik die baan heb waarover ik het heb. Maar zo zelfverzekerd van de informatie die ik had, heb ik toch mijn ontslag aangevraagd. Mijn toenmalige directeur van Max Roadtrading heeft mij aangegeven, jou wil ik niet missen. Dus ik zal jouw salaris verhogen. Hij verhoogde mijn salaris van 350 SRD naar 450 SRD. En ondanks die verhoging heb ik toch ontslag genomen op eigen verzoek. Een week tot 2 daarna heb ik de krant gekocht. En las ik een sollicitatieoproep van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ging naar huis en ik vertelde mijn moeder, ma, dit is de baan waarover ik het heb. En mijn moeder gaf me aan, heb je al gesolliciteerd? Heb je al tot de mensen gesproken? Ik zei, ik heb die brief nog niet eens geconcipieerd. Die dag heb ik mijn brief opgesteld, ingediend op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ben uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. En ik ben diezelfde dag in dienst genomen. De volgende dag, dat was dezezelfde maand, 16 jaar terug, dat was op 16 augustus 2004, trad ik in dienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, te werk gesteld op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dat was het jaar 2004. Ampertjes 2 jaartjes daarna. En nog, laat mij ook dit aangeven. Ik wist niet eens toen ik de sollicitatieoproep las, wist ik niet eens dat CBB onder het ministerie van Binnenlandse Zaken viel. 16 augustus 2004. Toen ik dit terrein weer betrad, begreep ik dat het om dezelfde instelling gaat waar die mevrouw voor me had gebeden voor een goede baan, alleen omdat ik hulp had geboden. 2004 trad ik hier in dienst. Ampertjes 2 jaren daarna viel ik op bij de toenmalige directeur van CBB. Dat was meneer Sheikh Alibax. En de directeur van Binnenlandse Zaken, meneer Munsi, die nu directeur is op het kabinet van de president. En in het jaar 2006 viel ik op bij hun en ze hebben mij dan, na 2 jaartjes gewerkt te hebben, hebben ze mij belast met de leiding op de afdeling. Als jongste van de afdeling moest ik leiding geven aan de afdeling waarvan ik deel uitmaakte. En vanaf dat moment, vanaf die periode, mocht ik zelf getuige zijn van mijn ontwikkelingen binnen CBB. En dan begrijpt u mij als ik u aangeef dat vandaag voor mij een zeer emotionele dag is. Ik kan zeggen, de Almachtige leeft en hij spreekt. Ik ben vandaag een grote uitdaging aangegaan. En ik ben ervan bewust dat ik het niet alleen kan. Met de ondersteuning van de vicepresident, de ondersteuning van mijn minister, de ondersteuning van de directeur van Binnenlandse Zaken, het sterk team van CBB, weet ik zeker dat het succes zal worden. Ik wil vanuit deze plaats mijn dank uiten richting onze vicepresident en zijn geliefde wederhelft en zijn team voor het gestelde vertrouwen in mij. Ik zal mijn uiterste best doen, natuurlijk met de ondersteuning van het CBB-team. Ik heb immense plannen voor het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Ik heb 16 jaar hier mijn ervaring opgedaan en ik heb nooit gewenst om te werken op een ander ministerie. Ik voel me geroepen om te werken op dit ministerie. En samen met u als team, het team van CBB, het team van Binnenlandse Zaken, gaan we geweldige dingen voor CBB moeten doen. We gaan moeten werken aan klantgerichtheid. De klant moet koning zijn.
De klant moet inderdaad koning zijn. Als zijn we geen winstgevende organisatie, maar de klant moet zich koning voelen. Ook op deze instelling. Verder gaan we moeten werken aan uniforme en transparante werkwijze op alle bureaus voor burgerzaken in Suriname. Uniformiteit is van belang. De cliënt, de burger, moet niet afhankelijk zijn van willekeur van een ambtenaar. Absoluut niet. We gaan ook moeten werken aan de transparante werkwijze van de afdelingen op het hoofdkantoor, CBB. Verder moet ik ook aangeven dat de akten van de burgerlijke stand belangrijke brondocumenten zijn. Die zijn de authentieke documenten en de bevolkingsadministratie is daarop gestoeld. We gaan moeten werken aan digitaliseren van deze belangrijke akten van de burgerlijke stand. En anno 2020 kunnen we geen akten meer met de hand schrijven. Dat mag in principe niet handmatig geschieden. Die informatie moeten we ook digitaliseren. Dat is heel belangrijk. Verder rust er een decentralisatieplicht op de overheid. Overal waar nodig van Suriname moeten er bureaus voor burgerzaken komen. Ook in het verre binnenland. De mensen bijvoorbeeld van Drietabbetje moeten niet afreizen naar Paramaribo om een erkenning te doen. Dat moeten ze in het binnenland kunnen doen. We gaan moeten werken aan decentralisatie. En ook als het gaat om de problematiek van geslachtsnaam van de Maron en de inheemsen, moet dat het verleden gaan behoren. Het register van geslachtsnaamaanneming, we gaan daaraan moeten werken. Deze problematiek moet tot het verleden gaan behoren. De bevolkingsadministratie van Suriname is gestoeld op een zeer oude wetgeving. We gaan moeten werken aan wetswijziging. We hebben ook een aantal personeelsleden van CBB die al jaren wachten op hun bevordering. Ze voldoen aan alle vereisten. Maar het blijft maar liggen. Deze groep gaan we recht moeten aandoen. Ik begrijp die economische situatie in het land. Maar deze groep moet recht worden aangedaan. Desnoods gaan we het halen bij degene die het onrechtmatig verdienen. Dat heeft u mij niet horen zeggen. Maar deze groep gaan we recht moeten aandoen. En last but not least wil ik kijken naar mijn vice-president, zijn excellentie Ronnie Brunswijk. Ik wil kijken naar mijn minister. En Isabelle Kipchimeisje, je mag daags maar uit, want eigenlijk min ook kiezen akweki dat hij. Maar met begge primitie van pissie dat hier. Maar vandaag, alvorens ik sluit, wil ik deze bijzondere mensen toch wel uitdagen. Vice-president, zijn excellentie Ronnie Brunswijk. Mijn minister, meneer Brontos Somohardjo. Ik wil u als VP uitdagen. Ik wil u als minister uitdagen. Om de geschiedenis in te gaan als de VP. Als de minister die ervoor heeft zorg gedragen dat CBB een directoraat is geworden. Ik dank u allen. Ik ben niet iemand die uitdagingen uit de weg gaat, dus ik samen met de vice-president zou de uitdaging aannemen. Laten we kijken wat we ervan maken. Dames en heren, welkom. Genodigde CBB'ers, voorzitter Partij de Hoor, vice-president. Ten eerste wil ik de gewezen directeur bedanken voor zijn diensten. Ik wil hem bedanken voor de manier hoe hij heeft gaat overdragen aan onze nieuwe directeur. Het getuigt van professionaliteit en het siert u. Nieuwe directeur, ik wil u feliciteren met uw benoeming. Jullie zien het, de ABO-PL-combinatie benoemt alleen maar toppers in hun functie. We hebben een topper vice-president, een topper parlementsvoorzitter. Alle ABO-PL-ministers zijn super, super toppers. Behalve die van Binnenlandse Zaken, die kan passeren.
En onze nieuwe directeur van CBB is een topper. Ze is joviaal, ze kan goed praten, ze heeft kennis van zaken en is opgeleid. Ook hier heeft de ABOPL weer een goede job gedaan. Maar nieuwe directeur CBB, de taak die u voor u krijgt, of die u voor u ligt, is een zware. U wilt heel veel doen. Wij willen met u heel veel doen. We willen CBB efficiënter maken. We willen in de verre gebieden CBB-kantoren oprichten. Dat is inderdaad een van de speerpunten van de ABO. Zodat de mensen vandaag niet dagen hoeven te reizen voor een stukje uitreksel. Maar met de wil van de Almachtige zal dat zeker liggen. CBB... U hoort de klachten vanuit de gemeenschap. U heeft het over uitdagingen. Maar een van de andere uitdagingen is ook dat de bevolking, dat het volk blijer is met CBB. U krijgt de klachten dagelijks. Maar als ik hier in uw midden sta, kan ik niet geloven dat alle klachten vanuit de schuld is van de ambtenaren zelf. Ik wil samen met u kijken waar de knelpunten liggen, zodat elke dag de CBB een betere service geeft. Maar ook dat elke dag de ambtenaren een beetje een betere waardering krijgen. Ik weet dat er veel is wat wij hier hebben overgenomen. Zo heb ik ook kennis genomen van de herwaardering die de CBB'ers moeten krijgen. De herwaardering is in gang gezet door de vorige regering. Ik kom hier in vrede. Ik wil geen ruzie met jullie. Ik wil geen sta in de weg zijn. Ik wil dat die herwaardering ook voor jullie komt. Maar geef regering Santokki Brunswijk de kans. Ik herhaal Santokki Brunswijk, want gisteren hoorde ik een verkeerde combo. Ik dacht, hoe is die man weer aan de macht? Ik wou bijna mijn ontslag gaan indienen. Maar ik herhaal de regering Santokki Brunswijk de kans om ruimte te vinden, om financiële ruimte te vinden om jullie herwaardering in orde te maken. Nogmaals, CBB'ers, we hebben veel werk. We gaan het samen moeten doen en we gaan goede dingen doen met de wil van de Almachtige. Op het moment dat iemand zijn eerste levensadem tot zich neemt, moet hij bekend zijn bij de staat. Zijn naam, familienaam, ouders en dat alles moet opgetekend worden. Ook wanneer hij later door het leven gaat, moeten belangrijke zaken van deze persoon bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken worden geregistreerd. Waar deze persoon gaat wonen, wie zijn nakomelingen zijn en nog tal van zaken. Het CBB bepaalt mede het gezicht van deze natie. Wanneer je als overheid zegt dat je beleid wil maken, moet je ook weten voor wie je het beleid maakt en hoe de toestand is van deze personen. Burgerregistratie en informatie is de belangrijkste tool voor planning en ontwikkeling. Immers moet je weten voor wie je wat doet als regering, hoe je het doet en wanneer je het doet. Dames en heren, in het regeerakkoord 2020-2025 heeft de regering Santokki Brunswijk aangegeven dat het regeertermijn zal worden opgedeeld in drie fasen. Te weten, eerste fase is 1, een urgentiefase van 9 maanden waarin de directe en meest noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Tweede fase, een stabilisatiefase van 24 maanden waarin de economie weer in evenwicht wordt gebracht en de basis wordt gelegd voor een toename van welvaart en welzijn. En fase 3, een ontwikkelings- en moderniseringsfase waarin de economie weer duurzaam op het positief groeipad wordt gebracht. In deze fase wordt in modernisering en innovatie geëvalueerd en zal het sociaal stelsel weer worden opgebouwd. Dit is de basis voor
voor welvaart, groei voor iedereen. Bij al deze fasen zal CBB als databank voor wat betreft burgerinformatie en registratie een zeer belangrijke rol spelen. Het is daarom belangrijk om ter zake deskundig op deze post te plaatsen. Dames en heren, mevrouw Anastasia Kanapé-Poki kwam in dienst van dit instituut op 16 augustus 2004 en werd te werk gesteld bij de afdeling Binnenland. Daarnaast heeft ze ook ondersteuning gegeven aan de volgende afdeling: de afdeling paspoorten, de afdelingen aanvulling en verbetering. Vanaf 2012 geeft ze leiding aan de afdeling Centraal Bevolkingsadministratie Bewaking. Met het plaatsen van mevrouw Kanapé-Poki weten wij zeker dat dit instituut in goede handen is. Zij is een zeer deskundige vrouw op haar gebied en heeft op meerdere momenten haar kwaliteiten bewezen. Ik weet zeker dat u als directie, staf en personeelsleden haar de nodige ondersteuning zullen geven. Iemand die reeds 16 jaren haar krachten aan dit instituut geeft, zal het met uw ondersteuning zeker goed doen. U heeft immers jaren met haar samengewerkt. Ze is jong, dynamisch en zit vol werklust. Mevrouw Kanapé-Poki, vandaag neemt u de leiding van dit instituut over. De regering Santokki-Brunswijk vertrouwt erop dat u een goede job zult doen.